Op 21 maart zijn ook bij jullie in de mooie Wassenaar weer verkiezingen. En ik mag in mijn eigen woonplaats Breda stemmen. Natuurlijk stem ik op de VVD. En ik zou dat ook doen als ik in Wassenaar woonde. De kandidatenlijst van VVD Wassenaar bestaat uit nieuwe en vertrouwde gezichten. Wij willen er graag voor zorgen dat Wassenaar mooi, groen en zelfstandig blijft. Maar dat kan alleen maar met kundige en betrokken bestuurders en dat we niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Na 4 jaar in de oppositie wil de VVD weer graag aan tafel. De VVD wil de verkeersproblemen aanpakken, onder andere hier op het Rozenplein. Daarbij is ondertunneling van de N44 van groot belang. Samen met de Haagse VVD strijden we hier al langer voor. Steun onze petitie op www.ikwildoorrijdenopde N44.nl. De VVD vindt het belangrijk dat er ruimte is voor eigen initiatieven van inwoners en ondernemers. Een gemeente die meedenkt en luistert met ons. En natuurlijk moet ons afval ook weer vaker worden opgehaald. Want bij de VVD weet je wat je krijgt. Het zijn doeners en het zijn mensen met een groot netwerk. Wassenaar is geen eiland. Je hebt buurgemeenten, je hebt de landelijke politiek, daar heb je allemaal mee te maken. En de mensen in Wassenaar zijn en geworteld in Wassenaar, de lijsttrekker Carolien, die er echt vandaan komt. Maar hebben ook heel veel banden met ons bijvoorbeeld in de landelijke politiek. Zoals de nummer 2 van de lijst, Laurens, die hier gewerkt heeft en die ik ken als een echte doorzetter. Kies daarom op 21 maart voor Wassenaar. Kies voor Doen en kies voor de VVD.